Nee, voor mij was het wel een reis. Voor mij was het... Want ik was lang weg van huis. En voor iemand van mijn leeftijd, ik zat nog op de middelbare school, was dat niet zo evident. Alleen wel evident, ik had daar super veel zin in. Maar ja, tijdens de weekends, gewoon op reis gaan en af en toe een keer in een boek kijken of doen alsof je aan het leren bent en dan terug in het zwembad gaan leiden. Maar, nee, omdat... Je vader kwam af en toe bezoek, hè, om dat af en te controleren. Toe, nee, één keer. Ik heb dat kunnen. Ah, ja. Maar ja, omdat we het ook zo gefilmd hebben, zijn van België zijn we dan echt naar Parijs gegaan en uiteindelijk in het zuiden geëindigd. Dus eens dat we de grens waren, ging ik niet meer elke nacht terug naar huis om naar school te gaan of zo. Dus dan bleef ik de hele tijd daar. Dus ik had wel een beetje een vakantiegevoel af en toe. Naast al het harde werk. Maar natuurlijk heb je vakantiegevoel. Het is mooi weer. Je zit in Frankrijk. Dat associeerde natuurlijk met even weg zijn. Maar ik ben toch wel iedere keer asap op de trein gesprongen om naar huis te gaan. Door omstandigheden. Hè. Ook nog een paar andere dingen die ik aan het doen was. Ja, op een bepaald moment in je leven durfde dat niet meer. Zijn van, allee, ik ga hier blijven. Nee, dat is dus te lang weg. Interesseert mij niet altijd. Ik ga me dan herbronnen thuis. Ik ben juist zoveel mogelijk daar gebleven. En heb nooit gezegd dat ze een treinticket moesten kopen als ik wat daar heb. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.